Limburg. Een oud, afgelegen en bebost koninkrijk. Een gebied met een grote hoeveelheid aan exotische dieren. Het landschap heeft een geweldig zeldzame vorm. Zo zeldzaam, zo prachtig. Met deze reusachtige bergen vormt het een onbewoonbaar gebied. Maar voor verschillende zeldzame mormels is dit een buitengewoon goede plek om zich voor te planten. Wat veel mensen niet weten is dat er een zeer unieke diersoorten rondzwerven die nog nooit op camera vastgelegd zijn. Zo heb je bijvoorbeeld het dier Jesper Gussoar. Uniek doorzien een lelijke badspak en zien een verrekte butkop. Hier heeft u een professor van het dier die hem al enkele jaren probeert te zoeken in dit gevaarlijke gebied. Ja, de Jesper Gussoar, dat is een lang verhaal. Er zijn heel veel verhalen van, maar niemand weet of die echt zijn. Ik kan dus ook echt niet met 100% zekerheid zeggen dat ik die ooit gezien heb, maar ja, ik heb wel zo'n vermoeden dat ik hem ooit even langs heb zien komen, maar weet je natuurlijk nooit. Hier ziet u een paar van zijn professionele zoektochten. Jesper is jarig! Oké mensen, Jesper is dus gewoon jarig! Pom, 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 pom. Oké mensen, maar Jesper is dus jarig en ik had het idee om hem een cadeautje te geven. Ja, dat doen we eigenlijk al elk jaar. Elk jaar, ritueeltje. 20 april, Jesper is jarig. Volg hem ook op Insta. Tup. Hij heeft vast een foto geplaatst. Maar ik heb aan jullie gevraagd wat voor cadeautje ik moet geven op mijn Instagram. Ja. Ik heb jullie gevraagd in mijn verhaal of jullie DM's konden sturen wat ik hem moest geven. En daar heb ik toch mooie reacties op gekregen. Oké mensen, we zijn nu aangekomen bij de intratuin. En we gaan even op zoek naar potgrond en een mooie plant voor Jesper. Dus let's go. Oké mensen, we zijn dus duidelijk bij de goede afdeling gekomen. Dit zijn de kamerplanten. Oké mensen, het is officieel deze, dus die neem ik gewoon mee. Let's go! Ik vind hem mooi door zo'n extracte vorm. 40 liter. Wat knots, jongen! We gaan even een shirtje maken voor Jesper. En ik wil wel iets moois op dat shirt hebben, dus dat gaan we even creëren. Dit wel gewoon. Dit moet ik echt doen. Deze vind ik zo mooi. Oh, mooie foto. Geef toe, dit is gewoon een mooie foto. Mooie foto. Dit is toch geweldig, Tali. Dit wordt echt serieus zijn. Holy damn, geef toe. Dit is gewoon nice. Dit is echt nice, jongens. Maar ik wil er nog iets bij hebben. Ik ga Jesper wel bellen en kijken. Ik ga gewoon. Hij moet gewoon een renmoord zijn. Ja, wacht even. Ja, wacht even. Ja. Is op dit moment in gesprek. No! God, is het nou serieus? Voicemail of wat? Ja? Ben je er nou? Ja, ik ben er. Heb je nou serieus als voicemail? Wacht even. Ja. Oké, Jesper, je moet nou een random woord zeggen, ja? Stoeptegel. Daar. Stoeptegel. Ja! En het goud, stoeptegel onder in het goud. Dit vind ik perfect, jongens. Oh, dit gaat zo grappig worden. Oké, mensen, ik ga hem nu dus bestellen. En ik ben echt benieuwd hoe die er dadelijk uit gaat zien. Dat gaan jullie dadelijk dus zien als ik hem aan Jesper ga geven. Dus let's go. Oké, mensen, nu ga ik even naar action. Want ik heb nog iets nodig. Sokjes. En wat moest ik nog meer hebben? Zo'n schilderijlijstje. Dus let's go.
Oké, ik zit te twijfelen tussen minion sokken of roze sokken. Het zijn dus minion sokken geworden. Mensen, mensen, mensen. Ik zit hier net zojuist in de hangmat. En ik kom erachter dat ik een mens cadeau ben vergeten gewoon. De stoeptegel. We zijn bij de stoeptegels aangekomen, jongens. Ik vind jullie ervan. Maar ik zit even te kijken welke stoeptegel. Gaan we zo'n mooie knatsel pakken? Of gaan we lekker deze kelder pakken? Pff, die is ook nog eens zo, jong. Oké, mensen, we zijn dus nu gewoon aangekomen bij het moment. Ik ken nou Jesper even dat hij moet komen en ik ben echt super benieuwd wat hij gaat vinden van de cadeautjes. Het duurt wel een beetje lang, jongens. Oh, alles goed. Dat doen we normaal nooit. Officieel, hè? Oh god, je sluit echt al. Ja, Jesper is dus jarig vandaag. That's right. Ik heb zojuist cadeautjes gekomen. Ja, ik zie. Weet je hoeveel? De kleine ga ik mee beginnen. Oké, ik ga een beetje in. Dat is spannend. Hey, oh, sorry. Nee, doe maar. Yo! Zijn het geen sokken? Jawel. Oh, nice. Die zijn serieus hard, hoor. Die zijn erg lijp. Ik zweer het. Die zijn minion sokken. Heel lijp. Graag gedaan. Bedankt. Dit is een bakje erin. Waarom pak je een bakje? Die serieus mooi op de kamer. Oprecht. Thanks. Die ga ik op mijn kamer leggen. Dit is trouwens een goede baksteen. Dit is wel premium aan. Ja, dit is best premium. Ik durf niet, waarschijnlijk heb je echt iets kuts bedrukt. Dit is serieus. Holy damn. Dat zie je, dat zie je. Stoep tegen. Doe aan, doe aan. Fucking blij. Doe aan, doe aan. Holy shit. Doe aan. Echt hard. Yeah. Oh, hij past ook nog gewoon. Hij past ook nog. Je hebt gewoon... Oh, die is... Ziet serieus lijp uit. Thanks, die is echt hard. Ga je die aan in de school doen? Ja. Morgen. Als je dat doet, hè. Op je verjaardag in de school. Oh, ik heb weer zo'n voorgevoel. Wat dan? Dat er echt zo'n kutfoto komt. Die is gewoon serieus voor. Die is lijf. Hoi. Hoi. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben sprakeloos, zeg. Ja, dit heeft me echt heel mooi gedaan. Ik word erin met stil. Maar nou is het tijd voor het grootste cadeau ever. Ik weet het niet, ik heb er echt zin om het uit te pakken. Waar moet ik beginnen? Trek dit er maar vlot af, ja? Ja. Dam. 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 Gast. Hoezo een plant? Ja, gast. Iedereen zei dat in de DM's tegen mij. Kom, een plant. Dit is hard. Dit is gewoon echt serieus een mooie plant. Ik wil die op mijn kamer. Die is lijk, man. Die kan je nee, ik wil hem vast houden. Bij de intratuin gehaald. Echt? Ja, extra voor jou. Hoe duur is een plant? Shit! Shit! Wat? Ik ben helemaal een cadeau vergeten. Is dit een lijpste cadeau? Ja. Dus hier ga je sowieso fucking bij. Nu zijn die handen mooi. Dat is potgrond. Dat is tuingrond. Potgrond, tuingrond. Ik was hem helemaal vergeten. Ja, 40 liter. 40 liter. Oh, daar ben ik echt oprecht blij mee. Een potgrond. Ja. Dat wil werken. Ja, doei. Ja. Ik weet niet hoe ik moet reageren, Rick.